De A1 tussen Azenlo in Overijssel en Beekbergen in Gelderland kan wel eens de duurzaamste snelweg van Nederland worden. Allerlei knappe koppen denken na over circulaire en biobased innovaties die toegepast kunnen worden op deze snelweg. Hier bij de Dutch Design Week in Eindhoven komen alle innovatieve ideeën samen. Een belangrijk onderdeel van die Dutch Design Week is circulaire economie in combinatie met infrastructuur. Nou, jij bent die kenner van de Stichting Circulaire Economie. Nog even uitleggen. Ja, circulaire economie is dat je nooit meer afval krijgt. Precies. Je probeert de dingen zo in de kunststofstromen en in allerlei andere stromen te krijgen dat we het niet meer over afval hebben, maar over grondstof. Constant door. En als je grondstof hebt, dan kan je daar iets gaafs mee doen. Dus denk aan de berm bij de snelweg, dat wordt gemaaid. Dat heet dan straks biomassa en dan kan je dat of verbranden. Maar veel mooier is dat je er zoals dit hier gewoon een gave tafel van maakt. Wat is jullie innovatieve idee? Nou, wij gaan de zinken glijderrails, verzinkte glijderrails, gaan we vervangen door biobased materialen. De graspaal, plantpaal, hier zitten grasvezels in en een rail van gebaseerd op vlas. Vlas en een vrachtwagen en een auto die erin knalt, dat kan. Dat is hard genoeg. Nou, hij is nog niet gecertificeerd, maar we zijn wel het materiaal door aan het ontwikkelen dat het sterk genoeg is om inderdaad die botsproef uit te kunnen voeren. Maar je stelt hier niet voor niks, je denkt dat het kan. Voelt inderdaad knetterhard aan. Ja, ja, en hij wordt ook steeds harder. Afgelopen maand hebben we een plantpaal ontwikkeld die 2 keer zo sterk is dan deze al. Dus de ontwikkeling gaat heel snel. Wat is jullie rol in dat project van die A1? Nou, de A1 is, Saxion is onderdeel van het hele verband van de Cleantech-regio, waar ook Deventer en Zutphen en Apeldoorn samen mede met andere partners proberen te zorgen voor een ontwikkeling in de regio. Saxion draagt daarbij vanuit het onderzoek en ook vanuit de studenten om mee te denken in vernieuwende trajecten, de trajecten voor de toekomst waar zij straks mee moeten werken. Wat komt eruit voort van wat jullie eigenlijk doen? Nou, concreet zijn het bijvoorbeeld productinnovaties waar onderzoekers van Saxion mee bezig zijn. Zoals deze... De plankie. De houtinnovatie waar dit gecoat is met een biofilm. En dit kan je bijvoorbeeld op basis van waardeloos hout, wat dit eigenlijk is, geluidsschermen maken die niet meer wegrotten. Ja. En in plaats van dat je dat met chemische middelen of hardhout gaat doen. Nou, dan ben je weer een stapje verder in die duurzame keten. He, we gaan het uiteindelijk hebben over asfalt. Want dat is toch vrij belangrijk bij zo'n duurzaam project met een weg en zo, hè? Ja, een weg bestaat uiteraard uit asfalt, waar we op rijden. Asfalt wordt gemaakt van stenen, zand, wat bij elkaar gehouden wordt met een bindmiddel. Ja. En tot op heden gebruiken we daar altijd bitumen voor, wat gemaakt wordt van aardolie. Ja. En dat is een fossiel materiaal. Dus het oude asfalt kunnen we upcyclen door het te gaan verjongen met een plantaardige olie, een biobased materiaal, dus waarin CO2 is vastgelegd. En die blijkt veel betere eigenschappen aan de asfalt te geven als je dat met nieuwe bitumen zou doen. Nog beter zelfs? Ja. En het is plantaardig? En het is plantaardig, dus alleen maar goed. En wat is er beter aan dan? Het plakt beter? De hechting is beter, maar ook de flexibiliteit van dat materiaal wordt beter, waardoor de levensduur sterk verlengd wordt. Van alles uitgesteld hier? Ja. Wat is het idee? Het idee is producten te maken uit afval uit de voedselindustrie. Bijvoorbeeld het systeem om bomen te planten. Met deze ankers, gemaakt uit de patat- en de chipsindustrie afval, gecombineerd met dit touw, kunnen wij elk formaat boom vastzetten. Momenteel worden er natuurlijk bomen vastgezet met houten palen. Ja. Je gaat bomen kappen, maakt er palen van om een nieuwe mee vast te zetten. Terwijl dit ondergronds wordt bevestigd en na een aantal jaren breekt het gewoon biologisch af. En alle keuzes die jullie nu maken met betrekking tot de infrastructuur, die zijn al duurzaam? Sommige dingen die zitten natuurlijk helemaal aan het begin, zoals biobased asfalt. Daar hebben we net 70 meter van liggen. We weten nog niet of het voor de lange termijn werkt. Dat gaan we er niet neerleggen. Nee, eerst testen. Eerst testen. Want als je daar in de winter ellende mee krijgt, dan hoor ik het nieuws ook. Ja. Dat is ook niet duurzaam in dat oogpunt. Maar wel openstaan voor ideeën. Ja. Voordat elke snelweg die kant op gaat, dan zijn we wel, laten we maar zeggen, 15 jaar verder. En het wordt natuurlijk mondjesmaat vervangen. Maar ik zie nu dat als opdrachtgevers wat willen, hè, inkopers, noem maar op, het is bijna vanzelfsprekend dat je dit in ieder geval mee moet nemen in je overweging. Nou ja, en dan lopen bepaalde projecten lang. Maar ik weet zeker dat wat er nu van de tekentafel komt, dat heeft een heel groot DNA in het kunnen toepassen van dit soort nieuwe mogelijkheden.